De supporters van ADO Den Haag zijn gisteravond op de hoogte gesteld, nog voordat het nieuws naar buiten wordt gebracht. Ze staan niet meteen te juichen. De eerste reactie was natuurlijk een shock-effect. Ja, voetbal hoort op gewoon gas natuurlijk. En nou krijgen we kunstgas. Volgens ADO Den Haag kunnen er nu meer wedstrijden worden gespeeld in het stadion. Bovendien is het een unieke kans om in de zomer van 2014 over te gaan op kunstgras. Vanwege het WK hockey dat in het Kyocera stadion wordt gespeeld, worden kosten bespaard. Voor hockey heb je kunstgras nodig. Dat betekent dat de hele onderbouw in het stadion dat wordt veranderd voor de WK hockey. En daarna kunnen we de kunstgras inleggen voor het voetbal. Dat is ander gras, maar de onderbouw is hetzelfde. Ook trainer Maurice Steijn staat niet te juichen, maar hij begrijpt de keuze voor het kunstgras. Ik kom ook nog uit het tijdperk dat ik eigenlijk vind dat voetbal op gas gespeeld hoort te worden. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar als ik alle voor's en tegen's met betrekking tot het kunstgas, het huidige kunstgas, dan snap ik absoluut de keuze van de club.